Nog een paar uur en dan is het zover. Gisteren werden de eerste twee kwartfinales gespeeld van het EK. Op papier twee krakers. Spanje tegen Duitsland en Portugal tegen Frankrijk. Daarnaast blikken we vooruit naar Engeland tegen Zwitserland. En natuurlijk naar de wedstrijd voor ons van vandaag. Nederland tegen Turkije. Natuurlijk kijken we ook even naar Scorito. Hier gaan we. De eerste kwartfinale die gespeeld werd was Spanje tegen Duitsland. Ik denk dat we hier wellicht hebben gekeken naar de eigenlijke finale van dit EK. Want als we kijken naar het vertonen spel tot nu toe, dan kunnen we zeggen dat Spanje en Duitsland het best hebben laten zien van alle landen die gespeeld hebben. Maar goed, voor deze wedstrijd, het is dus 2-1 geworden voor Spanje. Dat was op zijn zacht gezegd niet eenvoudig. Dani Olmo maakte de 1-0 en vervolgens, typisch Duits, maakten ze 1-1 in de laatste minuten van de reguliere speeltijd. Het ging door naar verlenging en daar Mourinho in de laatste minuten scoort hij de 2-1. Duitsland had ook nog kans op de 1-2, maar goed, dat is niet gebeurd. Carl van Gaal kreeg nog rood in de laatste minuten van de blessuretijd. Terwijl er maar 3 minuten waren bijgeteld, kreeg hij in de 6e minuut blijkbaar een rode kaart. Hoe dat kan, ik heb geen idee. Maar goed, Spanje is door. Als we kijken naar het vertoonde spel en de statistieken, dan ontliepen de teams elkaar niet veel, zoals ik al eerder zei. 18 schoten, waarvan 6 op doel voor Spanje en 23 schoten, waarvan 5 op doel voor Duitsland. Balbezit was ongeveer gelijk. Het had echt beide kanten kunnen opvallen. Wat me met name opviel is dat een aantal spelers niet hun gebruiksniveau hebben gehaald. Ik denk aan bijvoorbeeld Musiala, ik denk aan Havert, Sané. Dat vond ik niet best aan Duitse zijde. Of tenminste, daar had ik meer van verwacht. Maar hetzelfde geldt voor Spanje. Ik vond Nico Williams en Jamal tegenvallen. Morata vond ik tegenvallen. Dus ja, ondanks een vermakelijke wedstrijd had ik meer verwacht. Maar goed, Spanje is door. De andere kwartfinale van gisteren. Portugal tegen Frankrijk. Op papier een kraker van de wedstrijd. Maar eerlijk gezegd, ik vond het slaapverwekkend. Wat valt er dan wel te zeggen over deze wedstrijd? Nou, dat ik teleurgesteld ben over de kwaliteit die daar op het veld staat. En dat dat niet in staat is om te leveren. Natuurlijk, kijken naar de voorgaande wedstrijden was dat wel te verwachten. Want het vertoonde spel van met name Frankrijk was al niet heel erg best geweest. Portugal vond ik nog wel redelijk spelen de afgelopen wedstrijden. Maar ja, goed, uiteindelijk komen ze toch tekort. Bizarre statistiek trouwens van Frankrijk. Zij hebben slechts 1 keer gescoord tot nu toe. 1 keer. En daarmee staan ze dus in de halve finale. De andere doelpunten die zij hebben gemaakt waren eigen doelpunten van de tegenstander. Dat betekent dat zij door slechts zelf 1 keer te scoren, en dat was een penalty van Mbappé, dat ze daarmee in de halve finale zijn gekomen. Nou, nogmaals, een bizarre statistiek. Ja, en het andere wat te zeggen is over deze wedstrijd, ja, het is het einde van Ronaldo. Het is jammer, maar helaas. Aan de andere kant denk ik dat het goed is. Want de man, ja, die staat ook wel nieuw talent in de weg. Hij eist in feite alles op. En neemt dus alle verantwoordelijkheid. Dat spreekt voor hem dus aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, ontneemt hij daardoor ook andere, nou, talenten wil ik niet eens meer noemen, maar andere spelers die jonger zijn en ja, toch wel de toekomst nog steeds zijn van dit elftal, de kans om te laten zien wat zij kunnen. Dus ik denk, hoe spijtig ik het ook vind dat hij oud is geworden en moet stoppen, dat het goed is voor Portugal, zodat ze kunnen gaan bouwen aan een periode na Ronaldo. En dan de kwartfinales van vandaag. Te beginnen met Engeland tegen Zwitserland. Engeland is op papier de favoriet met 43% kans op de winst. Maar wat ik al zei, dat is op papier, want ik denk dat het veel dichter bij elkaar zal liggen. Ik vind Zwitserland erg goed spelen. Ze hebben mij verrast, maar ik had ook niet hele hoge verwachtingen van ze. Dus wellicht is mijn beeld iets wat gekleurd. Engeland daarentegen heeft mij ook verrast, maar niet in positieve zin. Hun spel vind ik tot nu toe niet best. Dus ik denk dat het dichter bij elkaar zal liggen. Maar uiteindelijk denk ik dat Engeland er met de winst vandoor zal gaan. En dan de wedstrijd waar we allemaal op zitten te wachten. Nederland tegen Turkije. Op papier is Nederland natuurlijk favoriet om te winnen met 62% winkans ten opzichte van 16% voor Turkije. En ik zeg natuurlijk, omdat wanneer we kijken naar de laatste wedstrijden van beide teams, dan zien we dat Turkije toch wel erg gelukkig heeft gewonnen van Oostenrijk. Ik vond Turkije niet slecht, maar ze kwamen erg gelukkig voor in de eerste minuut. En uiteindelijk vond ik dat Oostenrijk het beter had van het spel. Maar goed, uiteindelijk wint Turkije met 2-0, dus zeker niet onderschatten. Nederland daarentegen heeft 3-0 gewonnen van Roemenië. En met name de manier waarop, oké, de eerste 10 minuten waren niet best en er waren zeker nog wel wat spelers die een stapje beter moeten. Maar Nederland was niet het Nederland dat we zagen tegen Oostenrijk. Dit was een Nederland wat scherp was, wat
ja, wat denk goed met elkaar heeft gesproken over wat het beter moest en heeft laten zien dat het beter ging. En ik hoop dat ze daarop hebben gebouwd en dat we vanavond een nog betere Nederland zien dan we tegen Roemenië hebben gezien. Wat denk jij dat de uitslag gaat worden van Nederland tegen Turkije? Laat het weten in de comments. En dan Scorito, wie hebben de meeste punten gescoord deze ronde? Wie staan er in de top 10 en waar sta ik? Ik sta op plaats 24. Ja, ik blijf een beetje hangen rond deze positie. Ik ga niet ver omhoog, ik ga niet ver omlaag. Het blijft een beetje, ik lijkt alsof ik een beetje vastzit op deze positie. Maar goed, wie hebben de meeste punten gescoord deze ronde? En daar zien we staan. Frankie Lover met 300 punten in deze ronde. Maar hij is niet de enige met 300 punten. Marvin, Gerard Joling, Tim, Brie en Mees hebben ook 300 punten gehaald. Erg goed gedaan. Eens kijken of we ze ook terugzien in de top 10. En inderdaad, daar zien we Tim met zijn 300 punten staan op nummer 1. Gevolgd door Mitch, Thomas, Messi de Goat, Kyle, T, Anders Kortien, Sam van Soest, JMP, Daan en Huub. Allemaal supergoed gedaan en super veel succes bij deze laatste dag van deze speelronde. Dit was EK TV weer voor vandaag. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou ik enorm waarderen. Heel veel plezier bij de wedstrijden van vandaag en tot de volgende.